Little D Sound Lab. We staan hier met een van de artiesten die hier een expositie heeft. Hi, could you just introduce yourself and tell me about your work and your history? Yep, my name is John Poole, from England, Brighton. History, started painting about a year ago, got into it, love it, and I'm going to carry on doing it until it stops. I started off with, I wanted to do a piece on Biggie Smalls and Tupac, and then it's kind of grown from there. I've only just started. I got told that I should try and do sort of like an exposition, that's what you guys say all the time, exhibition. And then basically I just wanted to do like hip hop legends, and so like the people that really inspire me are like George Clinton, Erykah Badu, which I've met recently and very enjoyed the company. Presenting them with color paintings, and the paintings that I have at the moment is just what can I say? It's just people that I really love to sort of like listen to and sort of like surround myself with. How did you get in touch with Amsterdam? How come your exhibition's in here? I've been over here like 6 years, working for Nike. Working in a very kind of crappy sort of environment. So I'm sick and tired of sitting in front of a computer screen. So I wanted to spend more time sort of like doing something that I feel passionate about, which is what I'm doing at the moment. Ja, jongens, stel jullie eens even voor. Mijn naam is RJ. Ik ben een van de drie oprichters van No Breaks. Dat is een stichting die zich vooral focust op het promoten van nieuw jong talentgebied van kunst en elektronische alternatieve muziekstijlen. Dat is een ding. Hi, ik ben Orville, ik ben 27 en ik ben de label manager voor Little D Sound Lab, of Label Dude, I guess. ik ben Padmo, de helft van 40 Wings en op Little D. We brengen af en toe wel eens een citaat. Weedy, de andere helft van 40 Wings. Oké, en wie kan mij vertellen wat hier vanavond gaat gebeuren? Nou, vanavond is de launch van Drop. Dat is een nieuw concept dat Lil D en No Breaks samen heeft gebracht. Het idee van Drop is om gewoon een kleine nieuwe avond neer te zetten. Niet te grootschalig, vooral gezellige kleine avondjes. Maar steeds een beetje het midden proberen te vinden tussen een expositie en een party, weet je wel. Want heel veel feest is wel tof, wordt wel wat artwork, maar dat wordt net wat weinig aandacht aan besteed, weet je wel. Het hangt er, staat niet eens bij wie het gemaakt heeft en zo, weet je wel. We hadden zoiets van, laten we proberen iets omhoog te tillen. En we proberen ook vanavond zeker een avond te zijn van op het ADE. Allemaal grote jongens, headliners, weet je wel. Laten wij gewoon iets bieden wat mensen van tevoren even kunnen doen, een drankje doen en daarna ervandoor. Dit is de eerste keer dat dit plaatsvindt? Ja. Wat is er in de toekomst? Wat zijn de vooruitzichtplannen? Wat gaat er gebeuren? Ja, hoor. Nou, de plannen zijn eigenlijk om het elke maand ergens te doen. Elke keer anders, elke keer op een andere plek. Zoveel mogelijk een verrassing zijn in Amsterdam. Omdat het eigenlijk altijd een beetje... We willen eigenlijk iets nieuws gaan proberen. Ook met muziek waarvan wij dachten van dat te weinig aandacht krijgt in de stad. Dus gaan we nu iets gewoon zelf dingen droppen. Dat hebben we eigenlijk een beetje zo bedacht. Dus zodoende eigenlijk.